Het Songfestival komt eraan. Ja, het komt steeds dichterbij. Het is natuurlijk nog wel even afwachten hoe dat Songfestival precies gaat plaatsvinden. Half mei, is dat nou met of zonder publiek? Maar wat we in ieder geval nu wel weten, is dat er optredens zullen plaatsvinden op de daken van Rotterdamse gebouwen. Dit zijn beelden van een eerder evenement, de Rotterdamse Dakendagen. Een optreden vanaf het dak van de Maas Silo. Dus dit is een beetje wat je ervan moet verwachten, maar dan met andere artiesten. En niet zomaar artiesten, het gaat natuurlijk om oud-winnaars van het Songfestival. Denk aan Lenny Koer, Sandra Kim en de Finse hardrockband Lordi. Ja, het dak van de Maas Silo zal daarvoor gebruikt worden. Ook het dak van Hotel New York en het depot Boijmans van Beuningen. Ja, dus ik zou zeggen, het dak. Ja, ik het zat erop te wachten. Ik zat erop te wachten. Leuk. Ja, is het iets waar jij naar zou kijken, Siep? Tuurlijk. Lenny Koer, wie sprak je aan? Lenny Koer, ik kijk al 50 jaar naar. Dat kan er nog op bij.